We gaan het gemiddelde berekenen en dat kan heel eenvoudig met een formule. En met deze formule lukt het altijd. Wat moet je doen? Je pakt het totaal van de getallen. En dat moet je delen door het aantal getallen. Nou, ik heb hier een aantal getallen. Eerste voorbeeldje. Dat is 12, 5, 7, 6, 8 en 4. Nou, ik ga ze eerst optellen, want we willen het totaal weten. Dat is 12 plus 5 plus 7 plus 6 plus 8 plus 4. En als ik dat optel, kom ik uit op 42. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 getallen. Zes getallen en wat moet ik doen? 42 delen door 6 en dan komen we uit op een gemiddelde van 7. Dat is dan het gemiddelde. En dat kun je dus makkelijk doen met de formule. Wat moet je steeds doen? Je pakt het totaal van de getallen. Je telt ze dus op, de optelsom maak je, en dat ga je delen door het aantal getallen. Nou, nog een klein voorbeeldje, tweede voorbeeldje, en misschien gaat dat dan al wat sneller. Ik heb de getallen 6 en ik tel ze gelijk op, plus 5, plus 17, plus 9. Nou, als ik dat optel, kom ik uit op 37. Het zijn 1, 2, 3, 4 getallen. Je gaat 37 delen door 4 en dan kom je uit op een gemiddelde van 9,25. Het beste kun je afronden op 2 decimalen, 2 getallen achter de komma. En dat kun je ja, net zo onthouden als met geld. Dat gaat ook met centen. Nou, dat is ook 2 getallen achter de komma.